Voor- en tegenstanders van Pegida demonstreerden zondagmiddag in het centrum van Nijmegen. Politie en mobiele eenheid hadden hun handen vol aan de beide partijen. Zo ook in Enschede bij het Pandoef. Waarover de burgemeesterstreek. De tegendemonstranten stonden en proberen regelijk het meten met twee maten van de overheid is. Die dit gedrag willen scheuren omdat ze niet... De politie heeft een charge uitgevoerd om vooral de tegenstanders van Pegida uit de buurt van de protestmars van Pegida-aanhangers te houden. De Pegida-aanhangers zijn na enige tijd richting het stadscentrum gegaan om daar hun protest voor te zetten. Politiemensen barricadeerden kruispunten om te voorkomen dat tegenstanders van de Pegida-beweging bij de protestmars konden komen. Toen enkele dat toch probeerden, hield de politie een charge. Tijdens de protestactie kwam een politieagent te paard ernstig ten val. Het paard overleed ter plaatse aan de gevolgen van hartfalen. Gezicht op succes voor het alleen voor door. De man is zondagmiddag in Beuningen in het water terechtgekomen. De man op leeftijd is door de politie uit het water gehaald. Een ambulance heeft hem vervolgens gereanimeerd en meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. Ook een traumaheli was ter plaatse. De bouw van een biomassa-centrale bij Weurt gaat niet door. Energiemaatschappij Engie ziet af van de plannen om een nieuwe energiecentrale te bouwen op het voormalig Epon-terrein. Zo meldt het bedrijf aan de Gelderlander. Vrijdag veegde de Arnhemse rechtbank de door de provincie afgegeven milieuvergunning al van tafel. En daarop besloot Engie niet meer door te gaan met het ontwikkelen van de plannen. De Nijmeegse wijk Willemskwartier bestaat 100 jaar en dat wordt dit weekend feestelijk gevierd. Zaterdagochtend rijdt een zonnetreintje door de straten om de oudere bewoners op te halen. Ze komen bij elkaar om herinneringen op te halen aan de afgelopen jaren. Maar die verhalen zijn wel belangrijk omdat ze iets zeggen hoe mensen hun wijk, in dit geval het Willemskwartier, beleven. In de middag is het de beurt aan de jonge bewoners van de wijk. Rondom wijkcentrum Het Hert worden verschillende activiteiten voor kinderen georganiseerd. De dag wordt in de avond gezamenlijk afgesloten met een wijkfeest.